aanpak, boys. Vandaag zijn we in de Wageningse binnenvelden en gaan we op zoek naar alle dieren die onder het wateroppervlak te vinden zijn. De eerste ervaring in een waadpak. Oh, je wordt helemaal samengeperst. Gewoon door die waterdruk. Oh, we zakken weg. Wij Limburgers worden wel eens door het slijk gehaald. Maar dit is wel erg letterlijk. Oh, het is hier ook dieper dan ik had verwacht eigenlijk. Oh. Heeft de eerste vangst. Wat hebben we hier? Oh, nice. Oh. Nice. Oh, volgens mij is dat parasieten. Hij heeft parasieten. Volgens mij is dat weer zo'n vetje. Je ziet duidelijk dat er andere soorten zijn. Zie je die vlekken? Hij zit helemaal onder met parasieten. Nice. En daar gaat hij weer. Release. Hoppa, kom. Jongens, de natuur is hard. Dood. Meerkoetje. Twee stekelbaarsjes en een kikkervisje. Snel terug. Yo. Ik heb hem nog. Zo. Kijk, een bittervoorntje. Kleintje. Ja, mooi beest. Dit is een mooie indicator voor dit schone water. Die gaan een symbiose aan met een zoetwatermossel. Voor eitjes leggen. Zo. Hij is weg. Ja, dat gebeurde ook, hè? Ja. Oh, ik heb er nog één. Nee, joh. Kijk dan. Oh, en heel veel zoetwaterslakken en mosseltjes en kikkervisjes. En hier, die libellenlarf. Oh, nice. Hier. Oh, nice. Twee stuks. Oh, hier. Ja. Ik heb er wel een aantal. Zo. Geen stekelbaars helaas. Kijk, weer een hele handel. En wat is ons doel voor vandaag, Stefan? Oh. Ja, we gaan de Big Mama stekelbaars vangen. Want dat is het enige doel. Oh, zo. Zie je hem toeharken dan? Ja, ik heb een stekelbaarsjes. Die vent zit het water gewoon neer te maaien. Oké, wat hebben we? Stekelbaars? Oh, nice. Ja, prachtig. Drie door nog stekelbaarsje. Kijk hem gaan, hij is nog even gedesoriënteerd. Yo! Oké, dat was try one. Was epic. Die zijn altijd zo moeilijk te pakken. Kijk. Jump into freedom. Oh! Andere kant op, gek. Dit is niet de medicinale bloedzuiger. Een van de enige die echt bloed van onder andere mensen ook drinken. Maar hopelijk vangen we nog een keertje de medicinale bloedzuiger. Is wel bijna uitgestorven ook. Maar ja, als we er een hebben, dan gaan we natuurlijk testen hoe dat gaat, hè? Ja, helaas, hij wil me nog niet echt bijten. De bloedzuiger is nu op zoek naar een plekje op mijn arm waar hij de huid kan doorboren.
zieltje. Volwassen zilten, die kunnen wel het gemak halve meter worden. Een paar kilo. Dit is een jonkie. Hier in de buurt zit denk ik een kraamkamertje van die beestjes, want we hebben er al meerdere gevangen. Dus dat is best wel interessant. Oh yeah. Wat denk je dat het is? Het ziet eruit in ieder geval als een... Hij heeft kaken, jongen. Als een keverlarve, hè? Hij heeft kaken. Zo. We denken geel gerande water, toch? Kijk die kaken inderdaad. Oh. Een machtig beestje. Nou, de eerste die deze rauw opeet krijgt 5 euro. Hey, zag je dat? Wat? Probeer het te vangen. Wacht, ik even kijken. Nee, joh. Wat? Wat? Holy shit, ik heb echt een hele grote kip. Wat? Ik heb een hele grote. Oh. Nice. Dan wordt het misschien toch wel een catch and cook episode vandaag. Wat een vangst! Zo zijn ze het lekkerst. Oh, gewoon vers. Heerlijk. Uit de sloot. Mm. Super. Okay. Dit was hem weer. Bedankt voor het kijken. En jongens, vergeet niet te abonneren en op vind ik leuk te drukken als jullie dit echt leuk vonden. En misschien tot de volgende keer.